mensen, ik ben Sam en leuk dat je kijkt naar de stream van vandaag. Jongens, ik hoop dat alles goed zit. Ik zet de muziekje aan, want dit is helemaal nieuw voor me. Hij staat nog veel te hard, ik zet hem zachter. Dit is helemaal nieuw voor me. Ik heb nieuw software waar ik nu voortaan waarschijnlijk mee ga streamen. Het is net even wat fijner dan XSplit. Het is lichter. Het is veel smoother, het ziet er veel beter uit ook. Het loopt op 60 fps zoals je ziet. Het loopt echt lekker soepel. En het ziet er net even, als het goed is, allemaal net even een tikkie beter uit. Anders ook voor mij. Ik wil check hieronder, het ziet er net even allemaal wat anders uit. Maar dat doet er niet aan toe, jongens, check wat wij hebben. Wij hebben ons als een pottel hebben teruggehaald. There you go, look at that. Super awesome. Oh, wat hebben ze nodig? Ze hebben een snowball nodig. Nee, ik heb geen snowball. Dus we hebben alles weer een beetje teruggehaald. We hebben natuurlijk teruggecheat, want no way dat we dit onmogelijk zo snel mogelijk hebben gefixt. We hebben er nu ook een mini farmpje. Daar is Damien nu lekker mee bezig, zoals je ziet. Dit is wel allemaal legit, geloof me. Nee, oh, mijn worst moest ik even doen nog. Dus dit ziet er allemaal gewoon lekker goed uit. Slow mode staat aan. Ik zet hem eraf. Slow 10. Hoppakee. Slow mode van 10. Dus dit ziet er allemaal goed uit. Hier gaan we een huge farm maken. Wat super vet wordt. Het gaat Damien gaat hier aan zitten. Super handig dus. Dit is de bovenkant van ons huis hier. Niet veel gaan daar. Maar dus dit ziet er allemaal wel oké uit. En ik ga meteen even kijken of mijn stream er ook even goed uitziet. Want daar ben ik natuurlijk zelf ook benieuwd naar. Ik bedoel... Nu ik allemaal zelf nieuwe dingen heb, wil ik natuurlijk ook zien hoe mijn stream eruit ziet. Geblokt in verband met creepers. Oh jee. Even kijken. Hij ziet er goed uit. Hij ziet er heel goed uit, vind ik. Dus ik ben er tevreden mee. Ik zet hem weer terug. Woep. Dus jongens, wat willen jullie vandaag gaan zien? Eigenlijk zou ik vandaag... ik heb natuurlijk mijn pickaxe. En eigenlijk wil ik weer naar beneden. Eigenlijk wil ik naar beneden. Zal ik even kijken of de audio goed is? Hij ziet er goed uit. Hij ziet er heel goed uit, vind ik. Nou, dat ziet er... Hij ziet er goed uit, zei ik al. Maar hij ziet er ook goed uit. Silverfish zijn dit, toch? Even kijken. Tooltips zijn altijd uit. Dus we moeten even aanzetten. Shown. Hoppakee. Even sound aan. Hoppakee, here we go. En dan gaan we even lekker hakken. En tegen de silverfishers even... Oh, nee! Nu hoor je natuurlijk niet. There we go. Dan zie je beneden. Oh ja, dat zijn die bushes, hè? Niks bijzonders. Hoppakee, dood aan de silverfish. Kijk, dat is dit. Dus hier is als het goed is niks gaan. Dat is allemaal een beetje bullshit. Ze zeiden, kom omhoog. What up, bro? What up? What up? What up, oh, zeg ik. Even kijken. Wow, wat was dat? Force roll. What up? Jullie hadden iets. Oh, kijk, hij gaf me boots. Oh, dat zijn die supersnelle boots, hè? Ja, dat zijn die supersnelle boots. Super sick. Die had ik ook een keer. Dan moet je ze wel terugkrijgen. There we go. Jongens, ik heb geen eten meer. Ik moet even eten halen. Lijkt mij wel handig. Waarom hoor ik geen geluid? Of ben ik gewoon doof? Ik ben waarschijnlijk gewoon doof. Ik zet mijn Minecraft geluid even harder. There we go. Kijk, nu horen we het. Dat is wel erg hard. There we go. Oké, ik ga even wat eten halen. Dat is wel handig. Ik weet niet of dat zo gaat lukken. Woep. Omdat het natuurlijk avond is. Dat is best gevaarlijk. Ik heb allemaal aan. Ik moet echt werken. Ik denk dat hier in het noorden kan je berries plukken. Dus dat is wel chill. Oh, wacht. We hadden hier trouwens ook een berry farm. Dat is net even wat makkelijker. Waar kan je Madpack downloaden? Dat kan je gewoon, als je googelt Madpack, dan kan je het gewoon downloaden. Zo moeilijk is het niet. Kijk, hoppakee. Dit is onze berry farm. Super chill. Gewoon rechter muisknop lopen en je farmt automatisch, zoals je ziet. En ze groeien ook automatisch. Ze blijven maar hoog groeien. Wat super relaxed is. There we go. Al dat nom nom nom. Hoppakee. En die berries, ik weet niet hoeveel eten ze geven. Ik denk wel wat. Zo, hoppakee. There we go. Eigenlijk, jongens, wil ik ook naar de Nether. Lijkt me ook wel tof om even te kijken wat daar nou zit. Wel gevaarlijk, maar oké. Ik wil wel kijken. Maar we hebben dus geen obsidian, denk ik meer. Iemand moet sowieso dit nog sorteren. Want het is nog niet gesorteerd. Dat is wel crap. Oeh, een Adventures Backpack. Dat is wel relaxed om te hebben.
Ik weet niet. We hadden iemand geïnvite die alles wou sorteren. Alleen, die is er vandaag denk ik niet bij. Oh, nee, wacht. Die is er wel bij, maar die staat niet op de whitelist. Dus die moet ik eerst even op de whitelist gooien. Misschien wel handig. Laat ik dat maar even doen. Wacht even. Dan ga ik meteen hem op de whitelist gooien. There we go. Wat moet ik doen? Bart was er mee bezig. Even kijken, jongens. Geef me één momentje. Dan ga ik hem whitelisten. Ondertussen kunnen jullie even een paar vragen stellen. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Hartstikke leuk om te antwoorden. Oh, shit. Ik hoop niet dat ik niet aangevallen word. Niet chill zijn. Servers, Madpack en de whitelist. Dan gooien we iedereen van de whitelist af. Of erop juist eigenlijk. Oké, nu moet hij het denk ik doen. Hoop ik. Whitelist reload doen we. En hey, go. Nu kunnen de mensen er weer op. Makkelijk. Oh, kijk, we hebben hier obsidian. Bam. In mijn inventory. Ik ga skypen met iemand. Nu niet. Ik wil eerst mijn portal maken. Zo, soms genoeg obsidian. Ja, echt zo. Echt zo, bro. Doet Wart mee aan Project Lotte? Zover ik weet doet hij niet mee. Hij gaat wel helpen waarschijnlijk, maar niet echt meedoen. Misschien wel, misschien ook niet. Moet hij wel leuk vinden, dan zal hij waarschijnlijk wel meedoen. Kijk, dit moet allemaal weg. Be gone. En het lijkt me wel leuk om het hierin te maken. Zo. Shit, nu heb ik eentje al erachter weggehakt. Ik weet misschien wat leuks. Zo, zullen we een keer naar de nether gaan? Ik ga nu naar de nether, dus het wordt leuk. Even kijken, dan wil ik het zo maken. Kut, dat kan natuurlijk niet, want dit hier ook. Herp derp. Je gaat heel makkelijk dood in de nether. Ja, dat kan ik best wel begrijpen. Kijk, ik denk dat dit best wel badass staat, of niet? Bam. Dat is best wel cool, hè? Ik heb hier trouwens een spel, jongens. Voor de mensen die het afvragen wat dit is. Dit is een dik spel. Ik kan daarmee diggen. Even kijken. Boop. En ik leer er magie mee. En ook best wel veel. Dus het is best wel relaxed om te hebben. There we go. Weer dicht. Welke software gebruik ik? OBS. Dat staat dus goed ook in de titel. Die gebruik ik nu om te streamen. Oké, nu moet ik een flintje hebben. Een flintje heb ik nodig. There we go. Een ironje heb ik ook nodig. Dus ik denk hierin. Yes, een iron. Gaan we die bij elkaar doen. En dan hebben wij een flint en een steel. Nope. There we go. Zeker maar aan, kunnen we naar de nether. En ik ga denk niet eerst naar de nether. Dat durf ik niet. Hey. Er klopt hier iets niet. Wat klopt er niet? Wat klopt hier niet, jongens? Hij doet het niet. Hij doet het niet. Dus de eerste keer dat... what the fuck? Portal doet het niet. Ik denk zo dat je via een andere portal moet. Dan een portal die je niet kan maken. Dat is waar wat ik bedoel. Zo, dit ook. Hoppakee. Kom al. Hij komt al. Het is gefixt. Ik denk dat hij het niet doet. Je kan niet tegen een muur een portal. Maakt dat uit? Oh, ik zit vast. Wat? Oh, hè? Weet je wat, dan halen we het gewoon allemaal weg. Hij hoort te werken. De server lijkt een beetje. Uh-oh. Je moet een gat achter de muur maken. Ik denk dat niet hoe dit moet. Maar er staat wel een poort bij de grote boom. Ja, I know. Die staat daar, hè? Jullie zeggen dat dit zo moet? Oké, blijkbaar. Hoe doet hij het? Vreemd, ik vond het wel vet om hierachter het obsidian te hebben. Ik ben eigenwijs en ik ga het nog steeds... God, nee. Ik wil er niet doorheen, denk ik. Zo, there we go. Heel weird. Heel weird. Ga je invites weggeven? Dat is een goede vraag. Ik denk het vandaag niet, jongens. Ik weet het niet. Misschien ook wel. Dat is nog maar net de vraag. Oké, wie gaat erin? Go.
Ik durf niet. Even kijken. Oké. Okay. Even obsidian weggooien. Dit. Diamonds hebben we ook niks aan. Ik ga wel. Oké, okay, we gaan dus de Nether in. Wordt best wel spannend. Wordt best wel heel spannend. Misschien is het handig om even een force bucket mee te nemen dan. Zo. Here we go. Waarom doet dit niet? We hebben een beetje lag op de server, denk ik. Here we go. Oké, okay, we gaan er doorheen. We gaan er doorheen. Oh nee. Oh nee. Is het safe? Ik durf niet, jongens. Ik durf er niet in te gaan. Je komt... dan terug bij die boom. Ja, safe. Oké, okay. Als je terug gaat, kom je terug bij die boom. Daarmee moeten we oppassen. Gevaarlijk. Even kijken. Bloop. Fuck is dit? Small, dit zijn bones. Wat zijn dit? Green mushrooms. Wow, een dikke boom, jongen. Ghostwood. Sick. A nether tree. Oh, vet. Dan maak je vette planken van. Wat is dat? Tainted soil. Wat is dit? Wat is dit? Oh, kut. Kut, kut, kut. Nee, je valt die pigments dan niet aan. Oh, lord. Oh, lord. Is hij gek. Hij valt die pigments aan. Oh, kijk hier. Wat is dit? Wat is dit? Copper ore. Dat kan ontploffen, denk ik, hè? Oh, oh. Oh lord, ik ben niet weg. Ik ben niet weg. Ze gaan me aanvallen. Ik ben niet weg. Eet de muscle. Ik vind het echt gevaarlijk. Oké, okay, oh god, waar ben ik? Oh ja, ik ben nu, ik ben nu hier. Bij die boom. Oh, ze hebben die boom geshift klikt. Wauw. Moet je zien. Kijken of het mij lukt. 3, hoppakee. There we go. Bam. Ik heb de boom weg. Moeilijk veel hout krijg je dan. Moeilijk veel hout. There we go. Waar kunnen we... we kunnen daar even kijken. We kunnen bij de Lavender Fields even kijken. Maar het wordt avond, dacht ik. Ik weet niet of het avond wordt. Of het is net dag. Net dag eigenlijk, denk ik. Hoop ik. Kijk, we gaan gewoon even kijken. Verder. Waar is de zon? Oh, het is echt net dag. Dus dat is relaxed. Oké, okay, het is net dag. Haal de portal weg, dan ben je weer bij je home. Nee joh, ik laat het gewoon lekker zo. Ik ga er nu nog niet aan kloten, dat komt wel. Ik ga er ooit wel eens aan kloten. Ja, maar wat nu? Ik ga even hier naar het noorden. Ik wil even discoveren. Ik wil even nieuwe dingen zien. Waar ik nog niet ben geweest. Where I have never been. Oep, oep, oep. There we go. Wow, dit is ook een vet plekje voor een huisje. Mooi, moet je kijken. Ziet er best wel heel vet uit. Hoe lang duurt de stream? Tot ik geen zin heb meer eigenlijk. Het is eigenlijk gewoon echt letterlijk tot ik geen zin heb. En we gaan om 4 uur gaan we even een korte break doen van een paar minuutjes. Van 5 minuutjes ongeveer. Dan gaan we even met gezamenlijk wat drinken. Oh, kijk, een belletoren. Zullen we daar even naartoe gaan? Ik weet dat het moeilijk gevaarlijk is in eentje, maar... dikke lavender field, G. Mooi. What the fuck? Moet je zien. Wat is trying OBS? Ik probeer nieuw software. Het is een streaming software. Dus waarmee ik eigenlijk alles regel. En ja, ik gebruik meestal eerst XSplit. En nu gebruik ik OBS ervoor. En het bevalt me. Het ziet er als het goed is voor jullie, als ik zo kijk... Laat ik even een cinematic shot. Ziet dit er als het goed is vet goed uit. Ziet het er vet smooth uit waarschijnlijk. Als je het op full screen, full HD kijkt. Full HD kan niet. HD ready. Woep. Oh, die kan natuurlijk... Heeft hij een jetpack? Hij heeft een jetpack. Die gozer heeft een jetpack. Hoppakee. There you go. Get owned. Bam. Bam. Oh jongens, dit wordt gevaarlijk. Dit wordt moeilijk. Dit wordt echt heel moeilijk. Moeilijk.
Oh god. Lawman's, Lawman Dog Daughter. Wieso? Die niet. Die ook niet. Maar ergens wel. Ik weet niet waar. Oh shit. Zit, vloog iemand achter me. Ik denk dat het Wesley was. Oh, there we go. Oh shit. Zijn er best wel veel. There we go. Woep. Oh, dat was een pig spawner. Zag je dat? Oh, echt? Die werd ook gewoon een pig spawner ineens. Fucking weird. Oké, nog een keer. There we go. Lawn Owner Man Dungeon. Oeh, een lucky block. Keer 2. Hoe deed ik dit ook weer? Oh ja, oh, ik heb allemaal heads gekregen. Fucking vet. Are you kidding me? Are you fucking kidding me? No! Bam! Sam, wat zou je doen als je 1 miljoen euro had? Jongen, dan had ik dit gedragen. What the fuck? Check wat ik aan heb. Check deze shit. Oh, wacht. Hier, ik heb een force bucket, man. Jezus Christus, dat is sterk. Mooi. GG, well played. Oh. Oh shit. Hij gaat vanzelf dood, alleen ik ben wel bang dat hij mij gaat killen misschien. En dan kunnen we ook van beneden vallen. Maar ik heb wel dikke protection. What? Dat is echt fucking sterke items, jongen. Oké, okay, ik ga hem proberen te killen. Kan ik hem killen? Ik kan hem niet killen. Ik hit hem niet. Waarom kan ik hem niet hitten? Hit ik hem wel, maar gewoon heel langzaam. There we go. Hij dropt denk ik nog een lucky block. Denk ik zomaar. Drops. Zal niet doodgaan. Nee, je weet wel zodra ik doodga dat het echt voorbij is, hè? Dat het echt gewoon alles meteen... Doei. Oh, die sapling wil ik trouwens nog wel mee hebben. Fishing rod hebben we niks aan. Arrows niks meer aan. Nou, hier hebben we in principe ook niks aan. Oh, ik wil het nog een keer proberen. Mag ik? Ik voel... Oh, god. Ik voel me lucky. Ik voel me echt heel erg lucky na wat ik net heb gekregen. Oké, jongens. Oké, ik ga eerst even een paar items weggooien. Oké, here we go. Een enchantment table. Oké. Enchantment. There we go. Ik heb best wel goede gear nu, jongens. Maar... Ik moet even goed kijken wat er ook... Wow, dat is een baby spider. What the fuck? Oké. Protection, fire protection, blast protection, projectile protection, respray, alles. Alles zit erop. Alles. Ga naar force bucket. Oeh. Thank god. Ik laat die force bucket wel even daar liggen. Ik ga even omhoog. Oh joh. Ik ga wel de hero spelen. Oh god, er komen er heel veel aan. Zo, lekker in de fik steken. Bam. Ja? Ja, gaat het nog lukken? Ik hoop niet dat Mine Wars doodgaat. Dat zal niet chill zijn. Oh, oké, okay, dat is ook eentje down. Nu deze nog even. Zo, there we go. Die Battle Towers ben ik nu wel gewend hoor. Ik bedoel, die heb ik zo vaak gedaan. Wat zit hierin? Helemaal niks. Pas op voor de eindbaas. Oh, er zit een eindbaas bij. Die willen we niet hebben. Waarom zou het dag 18 zijn? Terwijl er meer, veel meer zijn. Oh, dat is één hele goede reden. Omdat de server was een beetje gecrashed. Daarom was de hele aflevering van gisteren ook een beetje heel raar. En dan moesten we overnieuw doen. Dus alles is gereset. Alles. Behalve ons huis. Behalve de wereld. Maar wel veel is gereset. Er vallen hier overal skeletten naar beneden, jongens. Mino Gusta. Ik ga snel even eten. Oh, no. Heb ik nog een zwaard? Nee, ik heb geen zwaard meer. Nee. Wow, een fire skeleton? What the fuck? Get out of my lawn. Oké, laten we omhoog gaan. Ik denk dat ze nu al dood zijn. Oké, dat is 1. Get out of my way. Iemand wat chili pepper seeds. Nee, die heb ik niet. Sorry. Oké, hier zit zometeen... Kan je omhoog... vliegen?
En even kijken waar de baas is. Hoeveel etages? Bij 1400 kijkers ga je solo gitaar spelen. Oh god, druk eens op F5. There you go. There you go. Look at that. Sick toch? Oh, ik krijg een force bucket van hem. Chill, I guess. Ik kan het beter allemaal hierin gooien als je je troep weg wil gooien. Net even wat handiger. Oh, zit die speed op? Nee, protection 2 maar. Boog hebben we niks aan. Nog twee, oké. Okay. Dus geen chesten openmaken. Oké, okay, dus we moeten het even tactisch aanpakken. Hebben we een bucket of water? Nee, we moeten een bucket of water regelen. Oh, dat we niet doodvallen. Ah, hij heeft een zwaard! Kut. Shit, hij heeft een zwaard. Heb jij mijn zwaard nu, misschien? Ik weet niet of hij mijn zwaard heeft. Oh, ja, hij heeft wel mijn zwaard, oké. Okay. Weet je wat, we gaan even een zwaard voor hem craften. Kunnen we dat doen? Ja, ik heb hier wel wat hout, misschien heeft hij nog wel wat items, hier zo. Oh god. Hier. There we go. Ik kan enchanten. Maar daar hebben we ook niet echt veel aan. En weet je waar ik bang voor ben? Geef hem je bucket. Blocks, oké. Okay. There you go. Ik ga even iets doen. Hoppakee. De muscle. Oké, okay, wat ik dus ga doen, ik ga nu weer omhoog rennen. En dan ga ik water daar neerleggen, dat we de... Of daar, daarboven neerleggen. Dat als we naar beneden vallen, door die golem, dat we in het water vallen. Dat we tenminste niet ten platte vallen. Gewoon in één keer, je bent dood. Nee, dat willen we niet. Dus daarom ga ik nu even heen en weer. En even zorgen dat we dus niet dood neervallen. Dat wil ik dus hier neerleggen. En als het goed is, spreid het zo uit. Ja, kijk. Oh, hij heeft het ook al. Chill. Deze kant. Ja. Yeah. Oké, okay, chill. Als hij dat doet, dan kill ik deze even. Hoppakee. Deze. There we go. Zo, ga je nog mensen inviten? Dat moeten we even kijken, jongens. Want gisteren hadden we ook al mensen geïnvite. En de server wordt nog best wel aardig groot. En het was eigenlijk helemaal niet mijn bedoeling om een grote server te maken. Het is eigenlijk een bedoeling om met 3-4 mensen eigenlijk hierop te zitten. Dus ik moet even kijken of een paar mensen gaan infighten. Dat lijkt me wel leuk. Alleen het probleem is, ik wil niet mensen te gaan hopen dat ze op deze server kunnen komen. Eén hele belangrijke reden is. Dit is dezelfde server. Oh god. Iemand heeft tegen het ding gepraat. Dit is dezelfde server waar Project Lotteren wordt opgedraaid. En zodra Project Lotteren ervan lagt, kunnen we hem helaas niet meer gebruiken. Zo, nou, Gamefin, sorry bro, maar je zit een beetje te spammen, dus hierbij is je mod weg. Klinkt heel lullig, maar als mod moet je niet echt spammen, lijkt mij. Zo, dan springen we hierin. Hoppakee. Even kijken hoor. Die eindbaas is hierboven waarschijnlijk. Maar ik durf niet tegen die eindbaas te vechten. Want wie van hier kijkt Hexit en dergelijk. Die weet hoe sterk deze eindbaas is. Oh god. Oh, ik kan een hele mooie... Oh man. Ik krijg hem. Ik kill hem. Wacht, ik wil hem niet killen. Nog niet killen. Want als we hem killen, kunnen we de items niet meer krijgen. Force bucket. Oh, wacht. Zometeen. Ik ben helemaal boven. Shit, hier ligt de loot niet meer. Okay, waar is Mineworst? Hij is helemaal beneden. Shit, ik kill hem wel, man. I will end this. Be gone, my friend. There we go, look at that. Man down. Snel al het loot claimen. Snel weg hier. Hoppakee. Here's the battle tower gone. Yeah, buddy. Okay. Wat hadden we? Loot. Niet echt veel loot.
Nice. Stel naar huis. Of we kunnen even kijken. Nee, ik wil liever naar huis. We kunnen beter zo snel mogelijk naar huis nu gaan. Oké, okay, go, go, go. Oh, hij wil in Force Bucket. Oh, niet. There you go. Blijf hangen. Oh nee, niet. There we go. Oké, okay, neem ik het nu even mee. Dan vergeet ik het zo meteen. Is het een brown sheep? Dat is een brown sheep. GG, thank you. Goeie loot? Nee, niks. Echt, ik heb echt geen loot gekregen. Nou ja. Nou, dat durf ik niet te zeggen. Ik heb toch wel best... nou ja, die lucky dingen. Dus dit is op zich, jongen. Beste loot, EU. Lijkt zo. Het is toch echt best wel hele goede loot wat we hebben. We kunnen niet klagen. Als je hier vanaf valt, ben je best wel dood. Oké, okay, here we go. Jezus, dat was gevaarlijk. Mooi. Dat was niet slim van me, maar het was wel leuk. Het was wel spannend. Beetje sensatie hierin, hè? Kijk, nu als dit. Woop, 360 no-scope erachteraan. Bam, hoppakee. Moeten we naar beneden. There we go. Zo, dan gaan we even zo snel mogelijk naar huis rennen voordat het donker is. Dat is het zometeen ook al. Wow. Waar is Wesley eigenlijk? Ik hoop dat Wesley het wel overleeft. Vliegt hij dit iets achter me, zie je dat? Oh, dat ding glitcht hem gewoon op dat gras. Hoep, hoep, zie je? Dat is stom. Kwaliteit is slecht. Nou, dan moet je waarschijnlijk je kwaliteit hoog zetten. Want mijn kwaliteit is prima. Ik denk dat de meeste mensen dit kwaliteit wel fijn vinden, of niet, jongens? Kijkt het fijn? Ik denk het wel. Ik denk dat jullie het wel fijn vinden. Kom je naar de dungeon? Welke dungeon? I do not know which one you're talking about, my friend. Op 162 min 87. Kom maar, hij is echt epic. Oké, okay, oké, okay, kom wel. Maar eerst ga ik even slapen. Even fixen. Sam, je hebt goede loot laten liggen. Ja, ik ben ook zo snel mogelijk weggerend. Dus, oh, als daar goede loot ligt, dan ja. Helaas ben ik daar. Dus weg. Ja. Niks aan te doen, hè. Zo, here we go. Look at that. Garlic, lettuce. Dat is, dit is, hoe heet het? Sla. Corn hebben we. Barley hebben we. Pineapple hebben we. Koffie hebben we. God damn. Gewoon fucking koffie. En chili hebben we. Fucking sick, bruh. Fucking sick. En wat is dit? Carrots hebben we. Oké. Okay. Hebben we nog wat leuks? Nou, we hebben niet echt wat, hè? Zo. Ik kan kwaliteit niet hoger zetten, dat kan wifi niet aan. Ja, maar dan ligt het aan jou, niet aan mij. Snap je? Dan kan ik daar niks mee doen. Dan is het niet mijn schuld. Even kijken, jongens. Wat gaan we doen? Ik wil even allemaal items wegleggen. Dat is wat ik wou doen. Zo, stop dat gewoon even hierin. We gaan zo meteen even een dungeon doen. En ik ben heel benieuwd wat we daar gaan vinden. Als we goede loot gaan vinden natuurlijk. Ik hoop het wel, vast wel. Vast wel. Hou in. Zo. Misschien moet ik een nieuwe meteorite sword maken. Nee. Fuck de meteorite sword. Ik ga een diamond sword maken, bro. Ik ga gewoon een diamond sword maken. Dat lijkt me wel het beste. Woep. En die gaan we natuurlijk dik enchanten, bro. Ik weet het, ik ben niet level 30 en oh mijn god, niet de beste enchants. Hé, hey, fuck dat. Niet eens nodig. Wie plaatst hier allemaal toortjes op? Goddamn troll. Godsamme zeg. There we go. Oké, ja, nu werkt hij wel. Even kijken, level 27, 25 plus wil ik. Kijken of we dat kunnen halen. Ik weet niet of we dat kunnen halen. Nice kwaliteit. Thank you. Het
het is een nieuwe setup wat ik zit proberen. En het bevalt me wel. Best wel heel erg. Hij doet het alleen hier niet. Kom op. Kom op. Dan kan ik niet level 25 halen of zo. Ik level 1. Ik level 1 en chat mijn books altijd. Waarom dat? Zit daar een logica achter? Level 1 enchant. Ik weet niet of ik dit kan doen. Misschien moet ik even een paar levels halen. Ja, dat gaan we dan gaan doen. Gaan we even mijn zwaardje testen. Mooi, dik systeem, EG. Oh, hier krijg ik geen XP van. Jammer. Ik dacht, misschien krijg ik wel XP ervan uit. Maar ja. Misschien zit hier nog wel wat waar ik XP van kan krijgen. Nee, dan gaan we even naar buiten. Dan gaan we even een paar enemies killen. Kijken of we XP kunnen fixen. Ik bedoel, ik heb maar echt gewoon één level nodig. Eigenlijk twee, maar zo klein jongens, 1 XP nodig hebben. Maar waar gaan we dat vinden? Wat is die klauw in je hotbar? Dit is mijn dik. Dit is een spel. Die heb ik dus eigenlijk gisteren gemaakt, alleen door die rollback. Klopt het allemaal niet. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Ik klik rechtermuisknop en ik graaf. Zo makkelijk is het. Best wel heel relaxed. Ga ik het veel gebruiken? Waarschijnlijk niet. Maar het geeft wel lekker veel... Ik denk erop geen XP trouwens. Het geeft lekker veel XP voor mijn spells. En dat is wel wat ik nodig heb. Ik heb heel veel XP nodig met mijn spells. En zo krijg ik dat. Yo, what up, Shadowfall. Dus in principe is dat super relaxed. En zo precies wat ik nodig heb. There we go. Ik schrok van je, zegt hij. Dat is echt na. Wat? Well, there's your problem. Oh ja, dat was die... Lucky block, hè? Goddamn troll. Goddamn troll. There we go. Kijk, hier is een dungeon. Klein dungeon. Kijken of we hier wat mee kunnen doen. Hoop het. Oh, meteorite. We hebben niet veel aan. We hebben helemaal niks aan. We hebben moeilijk veel meteorite. Even kijken. Hallo, vrienden en vriendinnetjes. Ik denk dat deze geraid is, denk ik zomaar, door iemand. Ik denk het echt. Jammer. Snowball als loot. Oh, hij heeft muscle. Hij heeft muscle. Ik denk dat deze al geloot is. Dus moeten we weer verder kijken. Ik denk dat ik krijg ook XP natuurlijk van meteorite, hè. Dat is natuurlijk super relaxed. En mijn chat doet het niet meer. Oh my god, Twitch, fix chat, plus mijn chat is kapot. Oké, okay, jongens, komt ie, hè. Niet schrikken. Oh god, waarom doet... Shift-click doet het niet meer. Oh, nou, dat doen we alsmaar met hand, hè. Shift-click doet het niet meer. Heel raar. Zo, there we go. Wat Erwin gedaan. Oké, okay, misschien heb ik honger. Misschien ligt het daar wel aan. We gaan wel even wat eten. Hallo, koe. What up, kou? Zo. Ja, mijn chat... Nee, het ligt hier ook niet aan. Het ligt aan de server die lag, denk ik. Ik moet even zometeen even opnieuw opstarten. Ik start hem opnieuw op. Mod lagt. Kijk, de server lagt niet. Het is de mod die lagt. En er zitten zoveel mods in. Kijk, als je typt, dan krijg je hem ook in één keer binnen. Dus daar komt het niet door. If you know what I mean. There we go. Maar ik wil eens even level 30. Daarna herstart ik de server even. En dan nemen we meteen even een kleine, korte break met z'n allen. Lijkt me wel tof. Lijkt me wel ook wel handig. There we go. Zo. So. Als je fine miner... Ja, ik ben nu al gewend op shift. Dus ik hou hem ook lekker op shift. Lijkt mij wel handig. Zo. Jezus. Veel meteor chips hier zo. En ik ben level 30. Dus jongens, ik ga even een korte break doen. Ik ben zo meteen terug. Ik zet hem gewoon... Wat, ik zeg deze even mijn. Ik zet hem gewoon even op een schermpje waar jullie lekker kunnen wachten. There we go. Dus ik ga even wat eten halen. Ik zou zeggen, doe even hetzelfde. Ik herstart ook de server. Dus jullie gaan even dit schermpje zien. There we go. En dan zijn we gewoon zo meteen terug. Don't worry. Don't go anywhere. Dan zie ik jullie zo meteen weer.
dance on a broken heart, 'cause we're starting again. We gotta try, even if it's hard, try and understand. Oh my god. It's like magic. What up? We zijn er weer. Yes. Yes. We zijn er weer. En kijk. Poep. Hij doet het niet. Fijn Miner doet het nog steeds niet. Raar genoeg. Ik weet niet wat het is. Ik weet echt niet wat het is. Dus... Iemand zei... Slash Fijn Miner... Mode. Of zo? Fijn Miner mode. Fijn Miner mode. Sneak. Oké. Dus nu, als het goed als ik sneak, moet hij het doen. Maar dat doet hij niet. Dus wat we even moeten doen. Ik moet hem even op stop zetten. Oké, dan gaan we nog een keer de server stoppen. En dan ga ik hem weer opnieuw opstarten. En ik hoop dat hij het dan moet doen. Ik hoop het. Want het probleem is, er zitten dus heel veel mods erin. Er zitten ongeveer 77 mods erin. En daar lagt hij nogal best wel erg door. Door al die mods. En dat vinden we natuurlijk vervelend. Kunnen wij er niks aan doen. Kan niemand wat aan doen. Het zij zo. Dus het is best wel crap. Maar het moet maar even. Het moet maar gewoon even. Oké, hij gaat nu weer opstarten. Hopen dat hij het doet. Zo niet dan, crap. Omdat die mod niet bij meteoriet werkt. Ja, als het goed is wel. Ik denk dat hij het wel werkt. Ik denk dat hij... Hij werkt wel met de meteoriet. Omdat ik het zelf heb geprobeerd. Met de meteoriet. En toen werkt het. Alleen nu niet. Dus wat we even gaan doen. We gaan hem gewoon even opnieuw opstarten. En als het goed is, moet hij dan wel weer doen. Dus... Minecraft wel, maar de server lagt een beetje. Ja, het zijn de mods. Het zijn de mods die stom doen. Je moet naar server opstarten options. Nou, die praat een beetje in caps en is nu ook geband. Helaas, we kunnen erin denk ik. Yes. There we go. Nou, hij doet het nog steeds niet. Doet Fijn Miner het bij je? Heb je nieuwe mods bijgezet in de server? Nee. Nee, zeker weten niet. Ik weet niet wat het is. Bij mij werkt Fijn Miner niet, graag genoeg. Nee, hij doet het niet. Heel vreemd, heel vreemd. Weet je wat, ik ga gewoon terug, want ik ben toch al level 30. En daar begin het om. Ik bedoel, het boeide niet over Fijn Miner. Het bedoelde dat ik level 30 was. Dus. Kan je de connectie even checken van de server dan? Dat alles 100% is. Zo. Kijk, we gaan even een van onze devs gaan we er even op afsturen. En die gaat even kijken of alles 100% is. Hopen we. Wow, wat was dat voor raar geluid, jongen? Als een kobold. Maar dan gaan we niks doen. Kobolds zijn lief. Kobolds zijn maar matties. Woep. Ik weet niet welke dungeon je zit. Sam, doe regen uit. Nee. Laat dan lekker aanstaan. Hey, ik kan hem natuurlijk uitdoen. Maar dat haalt de lol eraf. Ik bedoel, dat is cheaten. Dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen, hè. Even kijken. Dan gaan we hier omhoog. En wat gaan we hier vinden? We vinden een huisje. Een huisje, helemaal alleen. In de wereld. Wow. Sam, dat werkt niet met die pickaxe. Het moet wel werken. Dat is juist het probleem, jongens. Het moet werken. Alleen, hij doet het raar genoeg niet. Maar we mogen lekker enchanten. En enchant is leuk. Dus let's go enchant. Shall we?
Oké, wat voor enchant gaan we halen? Hey, wat denken jullie wat erop zit? Zet nu allemaal even een reactie zo. Ik denk dat de efficiency op zit. Fire damage. Efficiency en fire damage, denk ik. En ik zit helemaal naast. Unbreaking 3, Looting 2 en Bane of Atropolis. Atropods. Kan ik uitspreken. Best wel relaxed. Geen OP-zwaard of iets dergelijks. Wel een redelijke zwaard. Hij is goed genoeg. He is good enough to serve for me. Even kijken. Dan gaan we nu dus naar die ene dungeon. Want daar zou ik even langskomen. En dat is ook wat we meteen gaan doen. Maar ik heb eerst even eten nodig. Want ik heb helemaal geen eten. En zonder eten, jongen, moet je niks doen. Heeft iemand food? Ja, ik heb hier 3 van deze. Weet je, misschien heb ik wel weer genoeg. Dit gaat. Het is een iron furnace. Cool. Electric furnace. There we go. Voor de rest, we hebben niet echt veel food, denk ik. Heel veel van die kleine berries, maar dat is niet echt chill om mee te eten of zo. There we go. Oh nee, het energie is bijna op. Ja, deze zijn chill. Energie is op. Good. Daar hebben we dus ook niks aan. Ik denk dat we nu wel genoeg hebben. Oké, dus ik ga naartoe. Waar is het? X162. Oké. I am on my way. X162. Is dat min 162 of niet? Nee, 162 gewoon. Dus die kant. En dat is... Z is 187. 187, dus het is een beetje die kant op. Mijn godsam zijn jullie. 187. Oké, nou ja, ik denk als ik zo loop, dan loop ik wel goed. Het is avond en ik had beloofd tegen mezelf, van we gaan nooit in de avond gaan we iets doen. Nou, daar zit ik nu dan. Een beetje te rennen in de avond. Maak healing spells. Ja, dat is eigenlijk best wel een slim idee, healing spells. Moet ik eigenlijk wel even doen. Alleen, ja, ik weet niet waarom ik het niet doe. Dat zit denk ik tussen die fans zit dat. Oh shit, enderman voor mijn neus. Hey, I'm out of here. Oh wacht. Om. Deze moeten we even allemaal meenemen, als we die zien. Die geven je moeilijk veel eten. Dat zijn gewoon een soort appels. Maar veel beter. Waar dan? Fuck. Ah, god, dan zijn ze helemaal, jongens. Ze zitten in Mordor of zo. Fuck. There we go, die dood. Ik ben wel blij dat dit een looting zwaard heeft. Daar ben ik echt blij om. Oh shit. Bam, Skeletron. Down. Dood. There we go. Wat dropt hij? Allemaal poep. Allemaal eet hij zo. Om. Ik vertrouw dit niet zo erg, jongens. Ik vind het een beetje gevaarlijk. Weet je wat? Toggle downfall in Barney Field. Ik zit nu in de Omnius Hood. Enorm Barney veld. Waar de fuck ben ik nu dan beland? Als het rechtsboven zeiden ze. Oh, hier misschien. Dat is misschien een barnveld. Nou, ik ga maar... Oh, dikke meet. Oh, hier is iemand geweest. Kijk, zie je, ik kan hem wel fijn mijnen. Oh, daar rechts is het, denk ik. Toch? Pasture. Oh. Ik krijg damage. Ik word gepotioned. Oh mijn god. The witch has come to get me. Oh god. Oh god. Yes. Barnfield right here. Whoop. Oké, chill. We zijn eruit. Engelwood. Oké, en nu? Mijn god, waar moet ik nu dan naartoe? 187 was het. Dus ik loop nog steeds rechtsboven. Nog steeds. Stamppot met boerenkool. Hashtag Minewars. Oh. Oh mijn god, fijn miner. Boep. Ik denk dat de server een beetje lagt. Ook weer niet. Ik denk dat fijn miner heel erg lagt. Heel erg glitched. Woep.
Pas op voor vele mobs rond de touwen. Ik weet niet eens waar je bent, bro. Ik zie die toren niet eens. Ik zie je niet eens. Ik weet niet eens waar je bent. Dus... I don't know, bro. Wat was het? 100x? 162. En dan min 87. Dus het is nog die kant op. Dan moet ik het vinden. Oh, ik zie hem, denk ik. Nee, niet. Dat is hem niet. Je bent er bijna. Oké. Okay. We zijn er bijna. We are almost there, my friend. Oh, wat is dat? Licht. Oh, lava. Oké. Okay. Oh, is dat het? Nee, niet. Ik weet niet waar hij die een toren ziet of zo. Mooi, wat is dat trouwens? Is dat het? Ik denk dat dit het is. Ik denk dat we er zijn. Of we zijn heel erg ergens anders. Dat is een motherfucking eindbaas. Eindbaas. The fuck. Dude. Bro, dat is gewoon een eindbaas daar. Ik wil hem eigenlijk best wel... Oeh, shit. Ah. Linksboven. Oh, we moeten nu naar linksboven. What the fuck. Ik heb er helemaal niks meer van. Kijk, check dat barn glitch dan, jongen. Dat vliegt gewoon. Damn, dat is gewoon een eindbaas. What the fuck? Kunnen we hem niet killen? Op een of andere manier? Ik wil hem killen. Mijn chat laat niet meer, jongens. Dus ik kan helaas ook niet meer even zien wat jullie zeggen. Ik hoop dat het zo snel mogelijk over is. Oh, shit. Tim is verslagen door een silverfish. GG, well played, indeed. Hij staat hier boven me. Oh god, hij gaat zo meteen springen, denk ik. Hij staat nu onder me. Oh god. Ik heb hem opgesloten. Kom. Oké, jongens, dit is goed. Hij is opgesloten. Hij kan nu nergens heen. Chill. Woep. Woep. Oké, goed. Hij is opgesloten. We kunnen hem nu gewoon doodmaken. Op hoe wij willen. Ik ga eerst even zijn loot claimen. Lijkt me wat chiller. Zo. Dus hij zit hierin. There we go. Gaan even kijken wat voor loot die gozer heeft. Kom op, komen we hoog? Yeah, there we go. Oh shit. Nee, niet op de drijfzand. Ook al was dat geen drijfzand, maakt niet uit. There we go. Oké, wat zit hier boven? Ik denk dat hier het loot boven zit. Nou, hè? Dat is het lag elke keer. Hebben jullie lag? Misschien een probleempje met onze provider waarschijnlijk. Zo. Nee, een beetje. Soms. Ja, dus ik ben niet de enige. Nou, dit is in ieder geval helemaal niks. Dit is gewoon een jungle toren. En dat is een zombie. Hallo vriend. Maar ik wil Ritsuko killen. Nee, gast. Rustig killen. Oh, hij legt licht neer. Dat is misschien wel handig inderdaad. Oké. Oké, ik farm hem wel even. Denk ik. Ik kan hem gewoon niet hitten. What the fuck? Oké, misschien moet ik eentje omhoog. Moet ik zo doen. Hij is drie blokken hoog. Ik kan hem nog steeds niet hitten. What the fuck? Kan jij hem hitten? Hij kan hem ook niet hitten. Maar we worden wel gehit. Zijn lekker scumbags. Kijk dan. Vreemde business dit, jongen. What the fuck? We kunnen hem niet hitten.
Maar hij kan ons wel hitten. Vreemd dit. Zo kunnen we hem dus ook niet hitten. Fuck. Oké, ik ga Force Bucket op hem laten. Je moet hem killen. Moet met een boog. Oh, met een boog. Het moet met een boog. Zegt ze nu. Kijk, ik ga het gewoon even googlen, jongens. Je moet hem... Kut. Oh nee, laat het water weggaan, alsjeblieft. Oh, dat force moet snel weggaan. Oh god, dat was niet slim. Zijn hitbox is zijn hoofd. Oké, maar wacht. Ritsuko Legendary Beast Minecraft. Elf Hunter Minecraft mods. Oké. Hij is weer vast. Oh, hij zit weer vast. Oké, dat was echt niet slim. Is het goed als ik wat meteorite maak? Maak een boog. Moet een boog hebben. De Elf Hunter is een mob from the Legendary Beast. It has 162 hearts and is found with the oak leaf structure. It attacks, shoots arrows. When he can light fire on you with bow potion. He only get damaged by arrows shot at him. When you kill him, he will drop his bow and potion dart gun. Which can potion mobs. His real name is Risuto. Oh, ze hebben een Netherstar gevonden. Ja, want eigenlijk wil ik nu hem wel echt killen. Maar, maakt niet uit, we gaan gewoon verder. Zo. Waar Hide of Source uit kan je klikken? Yes. Let's go. We gaan naar die dungeon. Nice. Oh, bamboe. Bamboe hier zo. Iemand had bamboe toch nodig? Of niet? Ik weet niet meer. Oh, hij is snel. Holy shizzlebizzle. Wanneer komt Hide and Seek op de PM server? Dat weet ik niet, jongens. Eerst heeft de Survival Games voorrang. En misschien dit weekend, misschien volgend weekend. Dat weet Wart alleen. Only Wart knows that. Even kijken, doet hij het al? Oh, shift-click doet het. De lag is gefixt. Oeh. Dus dit is zo'n toren, hè? Kom maar op. We ownen deze toren. Oké, let's do this. There we go. Hoe komen we nu omhoog? Dat is een ander, maar we kunnen deze ook doen. Ja, ik wil deze doen. Fuck dit. We raiden deze dungeon. Oh. Goddamn trolls. Er zat niks in, hè? Nee. Oké, nog een keer. There we go. En there we go. Dus 1. En dus 2. Super veel XP. En oh, er zit brood trouwens in. Dat ik best wel graag wil. Nou, eentje die niks mag het ook wel. Het is toch een en al teamwork dit. Zo. En dan maken we deze kapot. En deze kapot. Moet het hierin. Oh, deze broodjes zijn voor mij. Nom. Lekker puh. There we go. Is Cube World verwijderd? Het probleem aan Cube World is, jongens. Het was een hele grote hype. Het was hartstikke leuk. Het spel was ook leuk. Alleen, er was niks meer gebeurd. Het was gewoon gestopt. De mijn is waarschijnlijk groot, dus die kunnen we dadelijk doen. Oké. Het spel is eigenlijk gewoon... Die gozer heeft zijn geld geclaimd en is er eigenlijk gewoon... Ik zeg niet meer gestopt, maar hij is niet meer verder gegaan, om zo te zeggen. Hij update het amper. En dat vind ik heel erg jammer. Dat vind ik echt heel erg jammer. Dat vinden de meeste mensen jammer. Maar ja, het zij zo. Je kan er niks aan doen. Het spel is gekocht. En het wordt niet meer geüpdate. En dat vind ik echt heel erg jammer. Komt niks meer nieuws. Nou ja, pech. Dat is pech geld weg, hè? There we go. Look at that. Laatste. Hoppakee. En broodjes. Helemaal niks. Poep items. Maar toch wel leuke items. Nou ja, leuke items, leuke dingetjes. Zal maak gebruik van Dartcraft. Dat is OP. Dartcraft klinkt best wel badass. Er zaten strings in voor een boog. Ja, maar we gaan nu geen boog maken. Weet je, die bos laten we maar lekker voor een andere keer. Omdat, ja, we hebben er in principe niet zo superveel aan nu meer. Woehoe! Toren is weg.
Zo, dan hebben we tenminste ook nog wat eten. Om, nom, 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 nom. There we go. Ik zei precies hetzelfde over het spel. Ja, het is ook gewoon zo. Die gozer die heeft dus gewoon al het geld gewoon geclaimd. Hij heeft echt, nou, ik denk een paar duizenden euro's heeft hij wel gefixt. En toen zei hij uiteindelijk van, ja, weet je wat? Ik ga het verder maken, komen updates aan. Sindsdien is het nooit echt geüpdate. En is het jammer? Ja. Kunnen wij daar wat aan doen? Nee, het spel is leuk. Ik heb er 2 jaar op gewacht. No joke. Cube World wou ik al heel lang spelen. En hij kon er zo ontiegelijk iets groots mee maken. Wat echt massive kon zijn. Hij had de hype. En als je de hype hebt, dan is dat genoeg voor een heel groot spel te releasen. En dat had hij. Had hij dat goed aangepakt? Nee, hij kon het echt... Als hij 5-6 developers had aangenomen, jongen, dan had hij een team van hier tot Tokio. Misschien net zo goed als Mojang kon hij worden. Even overdrijven, hoor. Als ik dat mag. Maar dus, ja, uiteindelijk heeft hij de kans niet gepakt. En helaas, pinnekaas. Spech. Geld weg. Deze dungeon heb ik trouwens al een keer gedaan. Dit is een roguelike dungeon. Ja, ik ben traag hoor, Agent DMX, Demi. Maar je mag vast op de voorlopen. Ik ben altijd traag met dungeons. Even kijken. Deze kant. Oeh, spikes, daar wil je niet invallen. Oh, die ziet er gezellig uit. Oeh, torches. Kijk, hoppakee, 33 torches. Ik gebruik de AT Launcher, exactly. Dat is wel heel relaxed. Dit is al gecleared. Oh. Nou, gaan we terug. Jook aan mijn gezicht. Lekker krabben. Dan gaan we deze kant op, hè. Kijk, ik heb wel blokken nodig. Ik zo met gevoel. Oh, ik hoor spinnen. Kom maar op. Ik heb hier een dikke spin slayer. Splash potion of regeneration. Oké. Okay. Hoe ver gaat dit door? Gaat dit ver? Hij had het net zoals Mojo moeten aanpakken. Nou, weet je wat het was? Hij moest het gewoon af en toe elke week gewoon een update releasen. Een hele kleine update. Niet groot. Heel klein. Gewoon... Weet ik veel. Een hele kleine update. Gewoon nieuwe mobs toevoegen. En gewoon even de fulltime aan werken. Klinkt heel raar, maar even fulltime aan werken. Maar als hij dat had gedaan. Gewoon even fulltime had aan gewerkt. Dan was er elke keer een nieuwe dungeon, een nieuwe class bijvoorbeeld, talent trees, weet ik veel. Ik kon het niet echt groot maken, maar ja, wat ben ik? Zo, maar hij is wel bezig met nieuwe updates. Ja, maar is dat niet een beetje te laat? Ik denk nou eens even over na. Hij is daar te laat mee. Het is gewoon simpelweg te laat. Je hebt fans gecreëerd. Cubeboard heeft fans, oké, die blijven. Maar de mensen zoals YouTube, zoals ik, zoals waarschijnlijk jullie... Wow, die spelen het even. Vinden het leuk. Weet je, speelt het, vindt het leuk. Daarna, vervolgens heb je het uitgespeeld. En speel je niet meer. Maar op dat moment moet je juist je spelers, moet je satisfy dat ze weer terugkomen. Dat ze echt denken van, hey, er is iets nieuws. Of, hey, waarom zou ik stoppen terwijl ik dit nog niet heb afgemaakt. Hij had heel veel fans, maar nu niet meer. Ja, dat bedoel ik. Hij had het zo groot kunnen maken. Niet gedaan. Maar ja, dat is net als die man van Flappy Bird. Misschien wou hij het gewoon niet. Misschien wou hij het anders. Misschien wil hij het niet zoals hoe wij erover nadenken. En daar heb ik respect voor. Daar kan ik niet zeggen van, nee man, je moet gewoon al het geld claimen zo. Ja, weet je, hij wil het zo. En dat is een hele sterke mop. En leggen we hier even een force bucket nu neer. There we go. Dan krijgen ze damage. Maar dus ja, wat... Oh, dat is een nieuwe Nvidia driver available. Woe, blij mij. Dat zit ik nu echt al 3 maanden op te wachten voor een nieuwe driver ofzo. Is die uit. Leuk. Maar oké, dat doet het weer toe. Ik vind het relaxed, jongens. OBS streamt fijn. OBS streamt heel erg fijn. Dat kan ik hieruit maken. OBS streamt fijn. I am not... What? Ik denk dat is een dikke Dragon G. Ik denk die is sterk. Ik loop gewoon in 1 keer. Nou, dat is toch wel een mana creeper. Die doet geen damage.
Die neemt mana van je af, maar dat is niet echt eng of zo. Oh, dat is wel een normale creeper. Oh nee, dat is ook een mana creeper. Nee, dat is een andere. Nee, dat is wel een mana creeper. Oké, hier links is een spanner, sowieso. Here we go, dat is één spanner. Ik vind het leuk, jongens. Dungeons zijn leuk. Ik vind het leuk om te doen. Oh, nog een mana creeper. Weg hier. Oep. Die neemt al mijn mana weer af. Vind ik niet fijn. Waar is Agent DMX? Oeh, een chest. Oké, je had... Nee, niet, want... Oh, shit. Schoot arrows op, zag je dat? Oh, dat is een Ninja Ender. Oh, god. Don't die, man. Don't die. Ah, hij rent gewoon en hij legt overal torch neer. Dat is ook best wel slim. Je moet oppassen dat je niet op tripwires stapt. Want je hebt hier traps. Heel veel traps heb je hier. En dat dit wel genoeg is. Zo, dan gaan we weer verder. Jezus, wat zijn dit massive dungeons, man. Het zijn echt hele massive dungeons. Check dan waar ik ben. Gewoon een kasteel gewoon daar. Wow. Wow. Chill, bro. Chillax. Waar ben ik? Ik kan daar even kijken. Hier is een enchantment room of zo. Lava. Geen enchantment room trouwens. Unbreaking. Temporary blade. Ik wil al die blades meenemen. Kan ik in de machine gooien, krijg ik iron. Van. Dat is wel best wel relaxed. Oh no, you didn't. Oh no, you didn't. En ik ga dood misschien. Ik ga dood. Oh god. Don't die on me, man. Don't die on me. Ik heb een regeneration potion natuurlijk. Yes! En Agent DMX die denkt echt van... Sam, I'm going to help you, brother. En die komt eraan en die gaat me ook gewoon helpen. Wat een fucking basis, die bro. Oké. Snap, snelle boots. Ik ga mijn boots niet uitdoen. Sorry, maar dit zijn mijn boots. En dit zijn de beste boots EU. En die zal ik nooit uitdoen. Lekker muziekje dit, jongens. Oh yeah. Pas op voor spikes. Die verstoppen zich onder de vloer. En daarom. Je hebt echt gewoon traps, jongen. Oh shit. Waarom liep ik niet weg? Waarom stond ik stil? Een sticky gas sapper. Doei. Doei. Hey, een Dora bag. Ah nee, het is een spoils bag. Van wat is dat ook weer? Damn, van wat is dat ook weer? Van... Zelda, dacht ik? Spoils bag. Kan er niks in doen. Is ook nog loos. Kijk, dit. Oh. Oh, holy shit. Waarom heb ik het F3 aanstaan? Here we go. En als je nu al sneak peeks kijkt van 1.8. 1.8? Ik denk dat het top wordt. Niet doodgaan. In de Oculus een lokje soort die je wil. Yes. Hoe kom je aan diamond? Ik heb al een tijdje gekeken. Ik heb het gemijnd. Simpel gezegd. Lekker mijnen. Oké, dus we moeten even hier overheen. Dan doen we gewoon heel makkelijk. Auw! Kut, ik ben dood. En dat betekent maar één ding, jongens. Shit. Even kijken. Shit. Oh, we hebben goed nieuws. Ik heb Flappy Boots nog. Oké, chill. I guess. Neem zoveel mogelijk mee wat ik had. Zo. Is kut, jongens. Ja, yeah, I know. Chat gaat helemaal wild. Oh mijn god. Ja, nou, pech.
Sam dood. Arming. Bot. 2-8-2014. There we go. GG Sam, ja. Aspech. Ah, weet je wat? Jongens, dit is de video voor vandaag wat ik op YouTube ga uploaden, maar omdat ik een goede wereld of goede... Nee, de wereld gaan we niet deleten, jongens. De wereld gaan we niet deleten. We stoppen de stream meestal. Maar omdat ik in een goede bui ben, ga ik door met de stream. Maar bent op YouTube, bedankt voor het kijken. Vergeet niet een groen duimpje te doen. En check jullie later. Peace.